Arnhem tegen Vitesse. Beide ploegen kwamen nog niet tot winst dit seizoen. Sprokkel kopt weg, Buis is attenter en dit is Milic. De man uit Montenegro scoorde nog nooit in het shirt van ADO Den Haag en heeft nu dus zijn eerste te pakken. ADO gaat dan verder. De corner wordt weer niet goed verwerkt door Vitesse en nu is het Horvat die profiteert. En de 2-0 voorsprong voor de ploeg uit Den Haag. De koek is nog niet op. Vitesse zit in de problemen, oogt ongeïnspireerd en is hier niet attent. Als Soltani ontsnapt, dan Verhoek. Dan lopen Sprokkel en Veldhuis elkaar in de weg en Soltani drukt af. En zo staat Den Haag op een comfortabele 3-1 voorsprong en is de eerste overwinning binnen. Want Vitesse kan alleen in de slotfase nog iets terug doen. Sprokkel na een foutje van Dieterwig. Eindstand in Arnhem, 3-1 voor ADO.